Welkom bij Koken met Bart. Wat gaan we vandaag doen? We gaan een meloen met parmaham klaarmaken. Een klassieker, maar we zouden tv-zems niet zijn. Moesten we dat een klein beetje restylen. En we gaan de cavionneke, we gaan dat blenden. We gaan een meloensoepje maken. Dus om te beginnen gaan we die proper maken. De pitten eruit. Een blender in. Zien dat we niet te veel van dat groen mee hebben, want dat is niet zo lekker. Dus enkel alleen het malse vruchtvlees. We gaan een beetje frisheid erin brengen, een beetje fraîcheur. Mijn citroen. Een heerlijk zomers gerechtje. Dat gaan we eventjes blenden. Zo. We zien dat alles mooi fijn gemalen is. Voilà. Dan hebben we onze ham. Het is, de klassieker is de parmaham, maar het is eigenlijk geen parmaham deze. Dus wij opteren niet voor een parmaham, wij opteren meer voor een superanoham, omdat dat is tenminste Belgisch en zeker even goed. En wat gaan we doen? Dat is heel simpel. We gaan dat in snippers snijden. Terug een beetje losmaken nadat we dat gesneden hebben. We pakken een diepbord. Naar smaak kun je daar nog perfect peper of zout bij doen. Dus ons soepje. En een beetje onze ham. Heerlijk. Voor op een warme zomerdag. Daar kunnen we geen dingetje bij doen. En er kan perfect een ijsblokje in. Een heel simpel, een heel eenvoudig receptje. Heel lekker voor op een warme zomerse dag. En Ivo, wat gaan we daarbij drinken? Wel Bart, we kunnen daar een vendelikeur van Château Bizard bij drinken. Dat is een Grenache en Syrah druif die dat heel laat in het seizoen is gevendangeerd. Men laat die dan ook fermenteren, een halverwege het fermentatieproces. Met wijn, alcohol stopt men de fermentatie. En daarna plaatst men dat 12 maand in eikenhouten vaten. Ja. Het is een hele lekkere zoete dessertwijn. Thank you.